Vandaag is de herdenking van de bevrijding van Bergen. In oktober 1944 werd de kerk in Bergen het observatiepunt zwaar beschadigd. Ruim 75 jaar later zijn we hier in Bergen weer bij elkaar. 75 jaar lang bouwden onze grootouders, ouders en wij zelf aan een leven in vrede en vrijheid en in vriendschap. Bevrijding vieren is de pijn niet vergeten en betekent de droom die die slachtoffers hebben gehad in hun leven op vrijheid, vrede en bevrijding, dat wij die droom hier blijven koesteren en voortzetten. En ik wil beëindigen met die uitdrukking die vandaag haar volle omvang en betekenis krijgt. Beter laat dan. Je kunt de wonden nog zien. De granaatinslagen en die staan ook overal herkenbaar. Er stond een beeld bovenop. Dat is er ook vanaf geschoten. Het kerkhof heeft ook midden in de vuurlinie gezeten. En die steen is daar eigenlijk ook een beetje resultaat van. En daarom vond ik het heel mooi om dat als beeld te gebruiken. Dat daar de namen van degenen die we vandaag gedenken, dat die daar zijn aangebracht.